De samenleving moet beter geïnformeerd worden over de relatie tussen religie en het openbaar leven. Dit haalde socioloog Kirti Algo gisteravond aan in het Lalaroek-gebouw tijdens de lezing Religie en openbaar leven in Suriname, een reflectie. Met deze lezing wil Algo dat er dialoog hierover komt. Vooral omdat weinig onderzoek wordt gedaan naar een fenomeen dat zo vanzelfsprekend is. Ook wijzen erop dat de Surinaamse media alleen hoogtijdagen en controversiële onderwerpen van de diverse culturen in het land verslaat. Ze meent dat dit een eenzijdige weergave is van de religieuze diversiteit van Suriname. Diversiteit. Er is veel meer, er gebeurt veel meer op grassroots level, op organisatorisch niveau, wat niet aan het licht komt. En heeft dat te maken met de media exposure, met de selectie van de berichten, of heeft dat te maken met hoe wij kijken naar onszelf? Dus, maar bottom line is dat het dus wel niet een volledig beeld geeft. En daarom wat ik zei van we moeten dus niet alleen oppervlakkig praten over onze diversiteit. En vooral in de politiek hoor je vaker dat woordje bromtjijari. Maar dat zijn dus algemene kreten, algemene labels die in principe niet alles dekken. Dat we meer moeten investeren in kennis over onze diversiteit. Op de eerste plaats, ik was verrast te vernemen van de bisschop dat godsdienstonderwijs op de RK-scholen niet meer wordt verzorgd vanwege het tekort aan docenten. En sterker nog, dat godsdienstonderwijs niet voorkomt op het curriculum van het ministerie. Dus dat was even fronsen. Maar om te komen op dus het punt, we moeten investeren in onze diversiteit. En dat kan op verschillende manieren in het onderwijs. Want je moet je bevolking, je moet je generaties vormen. De socioloog haalde verder aan dat er vaker de indruk wordt gewekt in de gemeenschap dat een homogene samenleving beter zou werken voor Suriname. Ze omschrijft dit als een ernstige misvatting, omdat diversiteit een natuurlijk verschijnsel is. In de wetenschap is er lang genoeg geworsteld met het idee dat culturele diversiteit een stap in de weg is voor ontwikkeling. Ik denk dat alles een stap in de weg kan zijn voor ontwikkeling en niet per se culturele diversiteit. Wat culturele diversiteit een punt maakt, is dus dat het een natuurlijk verschijnsel is. Zeker in de case van Suriname. Diversiteit, wanneer een kind geboren wordt, is dat kind gewoon anders dan anderen. Dus je kan niet zeggen van dat je diversiteit moet ontwijken. Het is gewoon een natuurlijk verschijnsel. We zijn hier allemaal bij elkaar. Dus we moeten gewoon leren met elkaar om te gaan. Dat heeft mooie kanten en minder mooie kanten. Vanwege onze kleinschaligheid is mijn oproep om dus vooral voorzichtig te zijn met risico's op minder mooie kanten. Want je gaat het moeilijk kunnen oplossen. Dus vermijd gewoon de risico's. Algo geeft verder ook aan dat wetenschappers erbij stil moeten staan dat hun religieuze overtuiging een belemmering kan zijn in het begrijpen van het groter plaatje. Maar ze geeft aan dat voornamelijk studenten in staat moeten zijn om de groeipijnen te incasseren als zij zich op het gebied van religieuze diversiteit willen begeven.